Hoe is de energie op dit moment tussen jou en jouw soulmate? Ik heb op dit moment nog een kortingsactie lopen, deze week nog. Dus als je een persoonlijke reading wilt aanvragen met korting, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Het kompas. En de vriendelijke tuinierster. We zien een hele grote invloed vanuit het universum in deze connectie. Dus jullie worden beide geleid. Jullie worden beide ook elkaars kant op geleid. Maar toch voelt het alsof er op dit moment niet echt contact is tussen jullie. Want ik zie een hele sterke spirituele connectie. Maar wel een die ja, die dus echt in het spirituele is en niet zozeer in echt communicatie er is. Dus ja, hoe is die energie op dit moment? Waar staan jullie? Zo te zien is het al langere tijd dat er niet echt contact is. Maar er gaat wel heel veel communicatie aankomen. Er gaat een heel mooi nieuw begin aankomen tussen jullie. Ik zie dat er een hele grote keuze gemaakt moet worden. Een hele grote beslissing moet er gemaakt worden. En dat is waar dit op dit moment al die energie naartoe gaat. Naar die beslissing. Het is een hele harde keuze. Moeilijke beslissing die gemaakt moet worden. En soms is dat nodig om bij je wensvervulling aan te komen. Zodra die beslissing is gemaakt, kan het verder gaan. Dat is wat er moet gebeuren. Keuze moet gemaakt worden. En dan kom je daar waar jullie horen te zijn. Dan kan er iets veranderen in die energie. Dan kunnen jullie samen gaan groeien. En dat is waar we op dit moment staan. Waar jullie op dit moment staan. Voor het maken van die beslissing. Dus wat ik eerst zie gebeuren is een hoop telepathisch contact. En hoewel dat heel erg mooi is, omdat je op die manier heel mooi met elkaar in verbinding kan staan, kan communiceren. Zorg dat er wel voor dat het stil blijft staan tussen jullie. En daarna zie ik echt contact komen. Berichtjes. Gesprekken. Dat gaat de hele boel in beweging zetten. En dat gaat ervoor zorgen dat er wat gebeurt. Het geeft een heel bevredigend gevoel dat er weer contact is. Dat er weer communicatie is en dat die groei er kan zijn. Want ik zie een heel mooi, stabiel, nieuw begin daardoor komen. De communicatie die er gaat zijn, het is heel veel communicatie. En dat zorgt ervoor dat het heel stabiel aanvoelt. Dat je die groei heel mooi kan zien, kan voelen vooral. Dat jullie samen ook kunnen groeien. En dan gaat die beslissing komen. De beslissing, de bekers acht om ergens van weg te gaan, om naar iets beters toe te gaan.
kan nog even duren. Het kan zijn dat je al een poos wacht op dit moment. De aanloop is erg lang. Maar op het moment dat die communicatie komt, gaat het eigenlijk heel snel. Dus jullie gaan communiceren, heel veel communiceren. Dan komt die beslissing. En dan wordt die stap gezet. Die beslissing is er. En dat zorgt voor die doorbraak. Dan komt alles op zijn kop te staan. Natuurlijk is er pijn, verdriet op dat moment. Juist doordat die moeilijke beslissing wordt gemaakt. En dan hebben we hier die liefde die kan gaan beginnen voor jullie. Kan gaan groeien. Een hele mooie liefde die gaat beginnen. Dan kunnen jullie je openstellen voor die mooie gevoelens, voor die liefde. De liefde kan groeien. En dan volgen jullie samen verder dat voorbestemde pad van het universum. Super mooie legging. Oké. Ik voel dat het alle boodschappen waren voor jou op dit moment. Dus ik wens je heel veel succes toe met alles. En heel graag tot de volgende keer. Oké. Dag.